Hallo en welkom bij VB TV. Er was heel wat te doen de afgelopen dagen en weken rond het stikstofdecreet van minister van Omgeving Soehal Demir. Voor heel wat boeren is het als een zwaard van Damocles dat boven hen hangt. Ik praat erover met mijn eerste gast vanavond, Stefaan Sint-Aubin. Dag Stefaan. Goedenavond. Stefaan, uiteraard voor ons Vlaams parlementslid. Jij behartigt ook wel wat de belangen van de boeren in dat parlement, als ik dat zo mag zeggen. Dat stikstofdecreet, al die strenge normen, wat is dat nu precies en waarom werd dat ingevoerd? Laat mij misschien eerst even duiden. We hebben twee soorten stikstof. Stikstof die afkomstig is van het verkeer, van de industrie, en stikstof die afkomstig is van de landbouwsector. De depositie van die stikstof zorgt ervoor dat de biodiversiteit in bepaalde natuurgebieden in het gedrang komt. Maar natuurlijk, het stikstofakkoord, het is een akkoord, het is nog geen decreet, zorgt ervoor dat landbouwbedrijven dreigen gesloten te worden op basis van dat akkoord. Ja, want die normen blijken toch wel bijzonder streng. Ik herinner mij ook het feit dat de iconische haverboden abdijboerderij moet sluiten. Dan kan ik me inbeelden dat heel wat andere boeren ook al in de problemen komen. Want haverboden had onlangs nog maar toch een vergunning gekregen, hè, om verder de activiteiten voort te zetten. Niet alleen haverboden, maar tal van andere landbouwbedrijven hebben in 2014, 2015 nog vergunningen gekregen, dreigen nu gesloten te worden. En het is in feite het is vreemd dat ik dit zeg, maar het is goed dat dit dossier van haverboden in de buitenwereld komen is, zodanig dat de publieke opinie ziet wat dit stikstofdecreet teweeg brengt. En zo is de publieke verontwaardiging ook gegroeid, net zoals in de politiek. Ja, er moet inderdaad ook wel aandacht gaan voor onze boeren. Van zonder boeren hebben we geen eten natuurlijk. Nu, stel nu dat jij de job zou krijgen van Demir en jij wordt minister van Omgeving. Hoe zou jij die problematiek dan aanpakken? Wel, ik zou in de eerste plaats beginnen met het huidige stikstofdecreet in de vuilbak te deponeren, een wit blad te nemen en van opnieuw te starten en te zorgen dat er wel degelijk inspraak is van landbouwers, van natuurvereniging, van iedereen en dat er geluisterd wordt naar de mensen. Nu werd dit stikstofakkoord aan iedereen opgedrongen met alle gevolgen van dien. Dus een nieuw akkoord met oog voor alle belanghebbenden en de boeren en natuurverenigingen. Absoluut. Wij hebben als nationalisten een taak om ook te zorgen voor het milieu, maar we willen ook de landbouw, die inderdaad voor onze voedselvoorziening moet kijken, dat die beide actoren, alle actoren samen, zorgen voor een goede samenwerking natuur, milieu, landbouw. Oké. Bedankt voor al uw fantastische antwoorden, Stefaan. Beste kijker, voordat we overgaan naar onze reportage over 1 mei, vraag ik u graag om deze uitzending te liken en u ook te abonneren als u dat nog niet deed. Het is een enorme eer om jullie vandaag hier in Sint-Niklaas te mogen ontvangen. Ooit de tweede grootste industriestad in Oost-Vlaanderen, doordrongen van de textielnijverheid en dus het ideale toonbeeld van de strijd die onze mensen gevoerd hebben en nog steeds voeren voor een Vlaams en een sociaal beleid. Niet toevallig de slogan van onze manifestatie hier vandaag. Beste mensen, mag ik uw applaus voor uw nationaal voorzitter Tom van Grieken. Goedemiddag iedereen, goeiedag. Beste vrienden, beste Vlaams nationalisten, beste Vlaams belangers. Welkom ook van mij op de 1 mei-manifestatie van de Sociale Volkspartij in Vlaanderen, het Vlaams Belang. Rousseau, houd jij je maar bezig met uw BV's, zal het Vlaams Belang zich wel bezighouden met de GV's, de gewone Vlaming. Op 1 mei, beste vrienden, op 1 mei eren wij de echte helden van deze tijd. Dat is de gewone Vlaming. Daarom is 1 mei meer dan ooit het verzet van die gewone Vlaming. Die gewone Vlaming die al veel te lang wordt genegeerd. Daarom zullen wij als Vlaams Belang altijd spreken waar anderen zwijgen. Want vandaag is er meer dan ooit nood aan een rechtlijnige, sociale, Vlaamse strijdpartij. Want een Vlaams beleid, dat moet sociaal zijn, maar een betaalbaar sociaal beleid, dat kan alleen maar Vlaams zijn. Ik dank u. Vlaamse strijd, sociale strijd. Nog een strijd die moet gestreden worden, is er een voor meer veiligheid. Meer veiligheid op het openbaar vervoer. Ik praat erover met mijn tweede gast vanavond, Carmen Rieul. Dag Carmen. Dag Jonas.
Carmen, Vlaams parlementslid uiteraard. Je bent ook bezig met deze problematiek, hè? Veiligheid op het openbaar vervoer. Je hebt er ook een tussenkomst over gedaan. Wat is daar nu precies aan de hand? Want recent kwam ook een nieuw cijfer daarover uit, hè? Ja, inderdaad, Jonas. 1 op de 3 vrouwen is bang om het openbare vervoer te nemen uit schrik voor ongewenst gedrag. En uit cijfers blijkt dus dat er vorig jaar, de cijfers die vrijgegeven zijn door de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn, dat er maar liefst 90 gevallen waren van seksuele intimidatie op het openbaar vervoer. En dat is wel heel wat. Blijkbaar, die cijfers zijn wellicht veel hoger, want ook niet iedereen durft het aan om een melding te doen van ongewenst seksueel gedrag. En daarnaast zijn ook die ongewenste seksistische opmerkingen, die zijn nog niet vervat in die cijfers. Uit die cijfers is ook wel gebleken dat er daarnaast 5.449 gevallen geweest zijn van overlast op het openbaar vervoer. En dat zijn er een pak meer dan in 2020. Dat het eigenlijk ook wel een coronajaar was. Maar los van het feit dat er 1 op 3 vrouwen zich onveilig voelt op het openbaar vervoer, geeft ook wel 1 op de 5 mannen aan dat hij het openbaar vervoer mijdt, omdat hij zich daar niet veilig op voelt. Dus eigenlijk kan ik wel concluderen, 1 op de 3 vrouwen, 1 op de 5 mannen. Dat is toch een heel pak. En we concluderen dan dat het beleid van de minister toch wel schromelijk tekort schiet. Wel ja, ik wil daar toch even verder op ingaan. Heel wat cijfers gegeven, maar deze problematiek is toch niet nieuw, hè? Want een aantal maanden geleden zaten we hier ook met uw collega Frank Troosters over eigenlijk hetzelfde thema te praten. Dan zou ik dan kunnen concluderen, het beleid doet er heel wat weinig aan, want het probleem groeit alleen maar. Het probleem is niet ongekend. Dus heel vaak in het Vlaams parlement, in de commissie mobiliteit, praten we daarover. Maar het is niet louter een probleem bij De Lijn, het is ook een probleem bij de NMBS. Want daar is er in 2019 ook een onderzoek geweest. En uit dat onderzoek is gebleken dat er maar liefst 30% van de mensen die ondervraagd geweest zijn, aangegeven hebben dat, dat ze niet meer die trein willen nemen uit angst, eigenlijk, omdat ze zich onveilig voelen op dat openbare vervoer. En nogthans zou je denken dat de meerderheidspartijen daar iets aan zouden doen. Nu, ik denk maar aan die modal shift waar we naartoe moeten. Meer mensen brengen naar het openbaar vervoer. Ik denk dat dat ook helemaal niet zal slagen als ze dus niet pleiten voor die nultolerantie op dat openbaar vervoer. Want die meerderheidspartijen, men zou toch mogen verwachten van die meerderheidspartijen dat ze dat probleem ook effectief gaan oplossen, dat ze daar iets aan gaan doen. Want uiteindelijk, van de Vlaamse overheid kan je toch wel verwachten. En daar zijn toch wel heel wat, moet ik zeggen, asociale maatregelen bekokstoofd. En daar denk ik dus aan de leszones die geïmplementeerd worden. Ook het rekeningrijden dat straks wordt ingevoerd. En tegelijkertijd maakt men de ticketprijzen duurder inderdaad. Klopt, dus inderdaad. Het is een tegenstelling. We zouden toch wel wat moeten doen aan de veiligheid op het openbaar vervoer, denk ik. Maar zoals ik mij dat goed herinner, Frank Troosters had daarvoor een resolutie opgestart. Die is weggestemd in het federale kamp. Maar jij wil gelijkaardige recepten invoeren en dat daarvoor op tafel slaan op Vlaams niveau. Hè. Kan je even die recepten toelichten? Ja, maar enerzijds wil ik vertellen dat de minister aangekondigd heeft dat ze in het najaar een hoffelijkheidscampagne wil lanceren. Nu, wij zijn daar niet zo echt voorstander van. Wij zijn meer voor een harde aanpak, een campagne, want uiteindelijk een campagne dat zal veel geld kosten. Wij zijn niet voor die softe aanpak, wel voor een harde aanpakcampagne. Ik had ook liever gezien dat de minister dat geld geïnvesteerd had in meer camera's, want uiteindelijk is het zij die er moet voor zorgen dat er ook geen enkele dader ontsnapt aan die betrapping, aan die bestraffing. Dus ik denk dat er ook wel, we zijn er zeker van, dat er meer cameratoezicht moet zijn, dat ze ook moet inzetten op die alarmsignalen waar dat de slachtoffers terecht kunnen en dat er ook sneller interventies gebeuren. Dus dat door meer veiligheidspersoneel. Voilà, inderdaad. Er is ook nood aan meer veiligheidspersoneel die bijvoorbeeld 's avonds kan ingezet worden. Die kan ingezet op moeilijker trajecten. Maar er is ook nood aan gekwalificeerd personeel, aan goede oplossingen. En daarvoor zal er wel ook meer geld nodig zijn, meer financiële middelen. En dan kijk ik toch wel in de richting van die zwartrijders bij De Lijn. Want uiteindelijk heel wat van die zwartlijners
rijders betalen hun boetes niet of worden ook gewoonweg niet betrapt. Hé, ja. Precies. En daar pleiten wij dan ook voor dat lek-op-stuk beleid. Dus grotere pakkans, hardere straffen en we financieren dat met de zwartrijders op de sporen. Ja, klopt, inderdaad. Bedankt voor uw komst, Carmen. Dank u wel. Beste kijker, laat ook zeker uw mening achter in de reacties onderaan. En ik zie u graag een volgende keer.